Goedemiddag, wij zijn hier in de Terp in Heumen en we zijn hier bij de Bodelspoorweg, Maasbuurt van Gelp. En we staan bij de heer Ton Huink en die wil hier wel een of ander over gaan vertellen hoe ze hier terecht zijn gekomen. Wel nu, we zijn als club zo'n 30 jaar geleden begonnen in Overasselt. En met allemaal leden uit de regio, Beuningen, Nijmegen, Gennep, Van Kuik, Sint Agatha. Hè. En we hebben een jaar of 10 hebben we in Overasselt gezeten en dat tentoonstellingen georganiseerd. Eén keer in de 2-3 jaar deden we dat, wat toen tamelijk nieuw was en vele mensen op afkwamen. Een soort Eurospoor in Utrecht, maar dan in het klein voor hier bij ons in de buurt. Toen kregen we clubruimte in Gennep aan de Spoorstraat. En daar, maar we wilden toch graag in deze buurt, als we iets organiseerden, dat in deze buurt blijven doen. En we hadden een clublid in Heumen, die zei, we hebben de Terp, ik zal eens een keer gaan kijken. En aldoende kwamen we in de Terp terecht. En we zijn er al, ik denk wel zo'n 15 jaar, met tentoonstellingen om de 3-4 jaar. Of beursjes die we gehouden hebben, 2 keer per jaar, zijn we in de Terp eigenlijk blijven hangen. En dat bevalt ons prima hier. Een gezellige omgeving, een leuke zaal, sporthal erbij, een plek om de treintjes op te bouwen. Het is prima zo. En als wij, als er nou mensen geïnteresseerd zijn om bij u als club bij aan te sluiten, waar kunnen ze u dan bereiken? Is dat in de gemeente Gelp of is het alleen hier in Heumen? Nee, dat is in de gemeente Gelp. We hebben nu een clubruimte in Milsbeek. In de buurt van de sportvelden, daar bij de tennisbaan in de buurt. En daar zitten we elke woensdagavond. Als de belangstellenden zijn, dan kunnen ze of via de website de penningmeester, de voorzitter, de secretaris benaderen om een contactvraag te stellen. Hè. Van jongens, zijn jullie er? Ik wil graag een keer op bezoek komen en eens kijken wat jullie allemaal doen en of dat bij mij past. En dan leggen we het een en ander uit. Ze kunnen dingen zien waar wij mee bezig zijn, die we aan het bouwen zijn. Of, want we bouwen soms treinbanen zoals die hierachter staan. Of we zijn echt met locomotieven bezig om de analoge locomotieven van vroeger, als ik dat zo tussen haakjes mag zeggen, om te bouwen naar gedigitaliseerde locomotieven. En dat gebeurt ook allemaal in het clubgebouw. Zijn dat ook gewoon eigen leden die dat voor elkaar doen, dat ombouwen? Nou, bij de leden er zitten lui die weten alles van techniek. Sommige jongeren bij ons die weten dus zoals gebruikelijk net weer wat meer dan de ouderen. Er zijn mensen die heel gespecialiseerd zijn in landschap bouwen. Er zijn mensen die goed zijn met houtbewerken en dergelijke. En zo vullen we elkaar aan. Ik weet niet genoeg van digitalisering. Als ik vastloop met iets, dan klop ik bij een collega aan en die helpt me mee, legt me uit tot het resultaat bevredigend is. Dat was hartstikke mooi. Oké, okay. Hartelijk bedankt voor dit interview en veel succes verder. Graag gedaan en wees welkom in Milsbeek, in het verre land, hè, ja. In de sportvelden daar bij ons. Ja. Prima, okay. Zullen we doen. Graag gedaan.